een kwartier applaudisseren, ja toch? Ik dacht, kijk hoe lang we het volhouden, ja toch? Ja toch, of niet? Gewoon lekker opkomen, gewoon. Maar ik zeg, een paar mensen zou kijken, hoe lang gaat het duren, mogol? What the fuck is dit? We hebben entree betaald. Ja, ik denk, het is min 4. Ik denk, even warm worden, ja toch? Veel te koud hier binnen. Ik denk, even elkaar, even warm worden. Ja toch? Of niet? Fakka, één ging gelijk filmen van ja, dat is hem. Ja toch? Ja, ja, daar komen we straks op terug. Ja, je hebt me wel eens gezien. Pel! Goedenavond, man. Eer om hier te zijn. Moet je kijken, man. Dit is toch zo'n shit. Hebben jullie met z'n allen afgesproken? We gaan die jongen mentaal helemaal kapot maken. Nee, toch? Dit is mijn droom, dit, hè? Optreden in een vrieskast of zo, hè? Er staat buiten een houten ding met pas op giftig asbest. Dat... Dit is mijn droom, hè? Ik ken Vincent al 22 jaar, hè? Toen traden we op voor zaaltjes, weet je, 80, 90 man. En kijk, 22 jaar later. Ik ben geen fuck opgeschoten. Mag ik dan op zijn minst opkomen en 6 minuten applaus voor de macht? Ja toch? En ik vind ook, we leven in een maatschappij die vrij hard is. Doe het ook voor jezelf. Je mag jezelf soms belonen. Gewoon applaus. Word je 's morgens wakker? Goedemorgen, we zijn er weer. Ja toch, voor de spiegel, ja ja. Hij is er weer. Ja toch, naar de brievenbus, post eruit. Die denk ik ga betalen. Ja, 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 ja. Het maakt de wereld om ons heen een stuk mooier. Complimenteer jezelf en een keer de ander. Doe het maandag op je werk. Voordat je binnenkomt, zeg tegen al je collega's, ik ben er. En er moet heel kantoor gaan staan. Ja hoor, ja ja. Geloof me nou, je werkweek begint een stuk leuker. Heb je woensdag een vergadering, midden in het verhaal. Even stoppen. Wat jij tot nu toe hebt gezegd. Chapeau. Klasse man. Echt. Wauw. Dat dit uit jouw strot komt. Top. Applaus. Ik zie een paar mensen kijken met hij is fantastisch. En ik zie een paar mensen ook kijken met jij hebt echt hulp nodig volgens mij. En tegen die mensen zeg ik ook voor jou, chapeau, chapeau. Maar doe het straks naar buiten. Als je straks de auto moet pakken, doe het als je de bus moet pakken zo. De buschauffeur doet de deur open en zegt ja ja, kijk eens wie er is. Je hebt toch al een borrel op, dus het is heel normaal gedrag. Jij checkt in, je loopt door en de buschauffeur, graag applaus. De persoon heeft ingecheckt en de hele bus, yeah! Heb je straks seks, er komt één van de twee klaar. Sta op en geef aan van jongen, klasse, dat jij het op mij kan. Chapeau. Je gaat het doen straks bij je, hè? Ja, toch? Maar ook tijdens het stoten met hou vol, je kan het. Hou vol. Ik ben zo blij dat we kunnen lachen. Eindelijk in mijn eigen stadje. Ik ben een trotse Utrechter, geen Utrechter daar. Dat is heel wat anders. Moet je ook in mezelf weten, maar dit is waar mijn stadje voor staat. Moet je kijken, hier ben ik trots op volle bak. En, heel belangrijk, multicultureel. Waar is iedereen? Waar is de rest? Oh, die dacht er buiten, fuck die shit, asbest, ik ga naar huis. Dit zijn allemaal gierige Hollanders, 1850. Ik ga gewoon naar binnen, kan uitschelen.
Kans op asbest, we gaan ervoor. Het leven neem je een risico. Ik ga geen mail sturen, we gaan gewoon naar binnen. Maar dit is oprecht. Meen ik oprecht, ik maak grappen. We staan in het theater, we doen ons ding, maar dit is waar we het voor doen. Hopelijk mensen weer van maken. Zoals ik al zei, hè, we komen uit een rare periode die lockdown heette. Hè. Collega's hebben het eerder over gehad. Maar wat wij ook niet moeten vergeten is, er is ergens anders een oorlog gaande. Dus wij zijn eigenlijk verplicht om naar buiten te gaan en te mogen lachen. En hopelijk lachen we voor wereldvrede. Want hè, ergens anders is er oorlog gaande. Ik blijf het herhalen. Niet op één plek, op meerdere plekken. Dus wij zijn het eigenlijk aan onze stand verdiend in Nederland dat we een avondje lachen. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, kijk, Poetin is gek, maar niet zo gek dat hij naar Utrecht komt. Want hij weet, we hebben hier een partij Mongolen, die komt er niet. Hij heeft er geen zin in als hij bij mij in Zuilen komt met zijn leger, hè, en dat iemand een mitrailleur laat zien en dat Mikey zegt, joh, ik heb dezelfde in het groen. Hij heeft er geen zin in als zijn leger komt en die praat in het Russisch en die hele groep jongens... Daar heeft Poetin geen zin in. Als ze aan het praten zijn, Nevsky... Ja, wij doen... Bij mij in de wijk betekent mijn anus is zo groot, dus ik doe dat niet. Ik heb het niet over die van u. Ik zeg alleen wat we bij mij in de wijk denken. Ja toch, als iemand dat betekent hij neemt hem anaal en dan gewoon dat niet doen. We maken grap, onthoud het mevrouw, want ik zie je echt kijken. Moet dit? Cabaret was toch vroeger heel anders? Schenen schoppen, maatschappij betrokken zijn. En jij beeldt nu uit op zaterdag hoe je... Dat... Ja, dit is het moment. Ja, je moet in het moment leven. Ik zie jou kijken echt met zo'n blik van, heeft hij er wat mee te maken? In Qatar, met die voetbalstadions. Ik zie heel veel mensen kijken, jij hebt echt hulp nodig, ja. Maar ik blijf het zeggen, er is ergens aan zo'n oorlog gaande. Met alle respect natuurlijk, ik maak grappen. Niet mij straks buiten opwachten en dan kringetje om me heen. Dan, ja, wie is je nou grappig? Ik wil gewoon naar huis. Weet je, ja, de trap op, tampon eruit. Deze is voor jou. Dat willen we niet. Kijk, dan mag je filmen. Ja, toch? Dan... En dan gaat hij ernaast staan. Ik verzin dit niet van tevoren. Maar Utrecht, mijn stadje, hoor. Ja, man. Geboren en getogen trots Utrechter. Ja, toch? Ik zie een paar mensen kijken. Ja, ik ben een trots Utrechter. Mag je best weten. Ja, zegt hij. Ja, man. Ik kom net terug van vakantie. Samen met mijn vrouw en mijn kinderen waren we op Cuba. En ik zweer het je. Zodra je laat weten dat je uit Utrecht komt, geloof me nou, je krijgt voorrang. Geloof me nou. We staan bij de douane en die man zegt passaporte. En ik in zijn gezicht. We werden uit de rij gehaald. Apart busje richting hotel, ik was er 3 uur eerder. Naast me liep iemand man, die had in een rolstoel, maar waren eerder. Pak je en die man ging steeds sneller rijden. Dat ze het weten, we komen uit Utrecht. Wij hebben echt een stel Mongolen in de stad. En ik hou van mijn stadje, mag je best weten over waar ik kom. Ik represent mijn stadje ten alle tijden. Ja toch, geboren in het WKZ. Ja, maar... Het oude, ja, hier verderop. Ja. Ik zie een paar mensen kijken, ik weet totaal niet waar je het over hebt. En ik zie een paar echte Utrechters, ja joh, dat weet ik. Ja toch, of niet dan? Dat je het weet, ja man, dat is mijn tijd. Vroeger kon je een grap maken, nu moet je rekening houden. Dus als ik mensen beledig, mijn excuses. Ik maak grappen, meer niet. Maar dat is mijn tijd, geboren of toch in Wijk Zee. Ik ben opgevoed met echte, keiharde Utrechtse humor en ik maak grappen. Ik was 11, dronk mijn eerste biertje. Waar? Café Murk. Mocht niet, maar ze zei gewoon drinken. Ik was druk. Daar werd je rustig van, zei ze. Drinken. Daar word je rustig. Ja, dat is cola. Gewoon drinken. Er zat gewoon heel wat bako in. Wist ik veel. Ja, toch? Daarna naar de rode brug kijken en die vouw zwaaien. Na 4 bakken spreek je Spaans. Hola, hola. Tuurlijk.
Op een gegeven moment zei zij tegen mij, Quanto. Ik zei, Quanto, weet ik veel. Ik heb niks, ja toch? Maar we moeten weer grappen maken. Maak grappen elke dag. We leven in een maatschappij. Er hoeft niets te gebeuren en je wordt gefilmd. Fuck die shit. Je moet er voor elkaar zijn. Grapje, haha, door. Klaar. Kan mij dan schelen iemand transgender is, man, vrouw, seks met een hond, komkommer in zijn kont. Moet je helemaal zelf weten. Interesseert mij niks. Moet je helemaal zelf weten. Alleen, neem het op. Tag mij niet. Doe wat je wil. Tag mij niet in die video. Maak geen groepsapp aan. Ik wil, doe gordijnen dicht. Doe wat je wil. Ja toch? Waarom vroeger een buurman? Hij mag stofzuigen. Ja toch? Oeh. Vond hij lekker? Moet hij zelf weten. Zijn huis was schoon. Valt niemand lastig. Want nu moet alles maar kunnen. Iedereen heeft een mening. Ook voor die meneer. U mag lachen van de psycholoog. Het gaat zo snel. Ik moet het allemaal eerst een plekje geven. Alles goed, meneer. Ja, toch. Niet als je straks naar huis komt. Ik ga nou een blog schrijven. Eerst kwam er iemand met een pet op. Daarna nog één met een pet op. Daarna kwam iemand... We maken grappen. Met een trots Utrecht. Moet je kijken, met een magisch stadje, volle bak. Werfkelder, ja toch? Waar ze vroeger dingen stopten, als je het weet. Pap, voorraad. Kijk naar mij, trots Utrechter. Ja man. Ja. Ik ben echt, ja toch, ik ben trots Utrechter. Ja, zegt hij. Kijk, ik... ik maak mensen mentaal gek. Ja toch, of niet? Ja, of niet dan? Meen je nou? Serieus? Ja, hoe dan? Ja toch? Maar ook bij praatprogramma's, dat moet je niet doen. Ik heb geen zin om bij Jinek te gaan zitten en dan zegt ze, ja, er is oorlog in Oekraïne. Serieus? Meen je dat? Ja, zit hij. Serieus? Hoe dan? Echt waar? Ik heb niks gezegd. Gewoon grapje. Want ik kom uit een tijd, jaren 80, 90. Kijk, als je goed naar mij kijkt, dan weet je waar ik vandaan kom, ja? Voor dorp. Je moet goed kijken. Maar... Ik zie je kijken, Oeganda? Nee, mijn... mijn familie kwam in de jaren 60 en wij gaan ook nooit terug. Ja toch, onthoud die shit. Ja toch. Ik kwam uit Marokko, haha, 2 jaar ga je terug. Zei mijn opa, fuck die shit, betonbuut. Blijf lekker zitten, ja toch. Die man zei terug, terug. Mijn opa sprak geen Nederlands. Hij zei, ja is goed, ja is goed, ja ja. 60 jaar, 6 planken en toen pas terug, ja toch. Maar is geen woord aan gelogen, ja toch? 60 jaar. Mijn opa ging elke zomer terug, maar ging nog meer familie halen. Van kom, we gaan naar de betonbuurt. Dat is mijn tijd. Grapje, haha, door. Gewoon grapje, haha, door. Je kan elke dag lachen als je straks naar huis loopt. Doe bij willekeurige mensen aanbellen, jou het schelen. Ik doe dat. Gewoon bij willekeurige mensen. Gewoon srr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 
Door de intercom, wie is daar? Ik zou heel goed luisteren. Ja, mooi, want ik ben namelijk de naambordcontroleur. Ik voel mij verplicht op de straatweg om 2:30 's nachts naambordjes te controleren. Ik ga weer verder naar het volgende huis. Weet je vaak, meester mij zeg jij om een golop, tyfus. Zeg, hey, rustig aan, ik weet waar je woont. Rustig. Ouwe Utrechtse, helemaal daar hou ik van. Niet zo lang geleden pak ik bus 6. Echt Utrechtse, buschauffeur. Dikke nek, geen zin, boos kijken. Ken je nog, zo'n kostenkoperhoofd gewoon. Dat is mijn tijd, kostenkoper en de Shiva. Was ik 14, toen hadden we geen Instagram. Wat nou meisjes kijken op TikTok? Nee man, Shiva, zag ik vanzelf heen en weer op die paal. Geen maar gewoon kijken. Swipen was naar de bar, drinken halen. Dat was swipen. Heen en weer lopen gewoon. Ja, man. Kostenkoper. Ja, man. Dikke Dries. Ja. Jullie kwamen me al zo bekend voor. Ja, toch? Ik denk al. Ik moet een van hun geschuurd hebben. Dat is echt een fan van hem, hè? Ja, dat was echt waar. Dat is
echt waar. Kijk, nu. Ik zie een paar mensen zeggen met, ja, hoe kwam je binnen? Luister, ik kwam uit de betonbuurt. Wat een scheid aan. Ja, wij kwamen sowieso binnen. Ja, toch? Bij Benny Stelte ooitje, oude Scala. Wij gingen gewoon uit met 60 man. Gingen we gewoon, fuck de reisdag. We gingen gewoon bij de portier staan. Gewoon om hem heen. Ja, toch? En dan zeiden we, ouwe Hoordijk, dikke Dries, ja. Dansschool Zegers. Ja, toch? Nooit zeggen, ik heb een gouden ster. Dat kan nou niet meer, hè? Dan word je vergeleken met Gordon en Gerard. Ik heb een gouden ster. Serieus, las kijken. Kijk dan, dat moet je niet doen. We maken grappen, onthoud het alsjeblieft. Ik heb niks tegen homo's, ja? Ik sta altijd achter je, onthoud dat. Ik zal je altijd steunen. We steunen je. In alle tijden, in hart en nieren. Nogmaals, moet je helemaal zelf weten. Ik wilde heel wat anders vertellen, maar ik zit gewoon... Wie komt er niet uit Utrecht? Die kan weg, dan ga ik gewoon even, nog even door. Maar nee, vroeger gingen we gewoon met 60 man, weet je, ouwe havan, dan gingen we gewoon bij de portier, gewoon eromheen. Wat nou, we komen niet binnen. Wij zeiden tegen hem, blijf je buiten staan of ga je ook mee naar binnen. Ja, toch? Fuck hem, ja toch? Nee, ik blijf wel buiten staan, heel goed. Dan gaan wij naar binnen, ja toch? Nooit geweigerd. Allemaal naar binnen of allemaal naar buiten, één van de twee. Maar gewoon grapje, haha, door. Vroeger kon er heel veel. En dan ga je niet zeggen dat alles nu beter is of vroeger alles beter. Want totaal niet. Alleen wat ik wel zie, dat vroeger was alles multicultureel. Ik had vrienden, waren echt alle kleuren. En ik heb het echt dagelijks met mijn vrienden erover. Op de Voorstraat, hè, of op de straatweg. Daar hadden we hele mooie discussies tijdens corona. Want kijk, ik begreep het niet. Ik mocht niet werken. Ik mocht niet werken. Maar bij La Colosse mocht je voor 5 euro extra... mocht je een chick anal nemen, heb ik gehoord. Ik weet het niet zeker, ik heb het alleen gehoord. Maar ik weet dat niet. Maar voor mij was het vrij verwarrend, ook voor mijn vrouw. Mijn vrouw moet normaal 5 meter achter me. Tijdens corona 1,5 meter. Dus... ik kreeg van al mijn collega's te horen, wat een zeikwijf. Dat wijf is hartstikke top. Ja, toch? En ik ga net zo lang door dat zij gebit uit en... Dan gaan we naar huis. Niet maar buiten opwachten, hè, daar, hè. Zij met haar tampon, jij met... Ja, geen me opwachten. Ik hou ervan, man. Ja, toch. Echt waar, echt. Ik lach me elke dag helemaal kapot, man. Maar ik zie het echt om me heen. Iedereen verandert, iedereen is een serieus. Joh, maak gewoon een grapje. Lach. Gaat het, maar dit is helemaal niet zo moeilijk. Ja, toch. Ga straks naar buiten, iemand valt in de gracht. Lach. Moet je maar kijken, ja toch? Dat weet je toch dat er water zit? Dat weet je, dan moet je eens aan kijken. Ik mag niet lachen omdat jij geen gracht ziet. Heb jij me? Als je dat, heb je toch een probleem, ja toch? Ik mis die tijd. Halleborrenstraat ook weg. Ja toch? Eén vriend van mij na het stappen krikken, wij met z'n allen op het raam. Goed zo, joegie, hou hem vol. Dat lukt helemaal niet. Dat deden wij vroeger, ja, toch? Met 80 man. Hey! Ja, toch? Hij krikken, wij met z'n allen. Skap! Hou vol, jongen, I'm Scatman! Skap! Hij houdt hem echt niet stijf, hè? Je hebt maar een kwartier. Heb ik gehoord. Wij met 80 man bij het raam. Hey! Jochie! Als ik boven. Dan zie ik het oude grachie, het vreemde wijkje. Hartje, oh, Herman Birkine. Dat slaat dat hier
Wat? Nou, is genoeg. Er is geen mooie plek, ja, toch? Als Utrecht, mijn stad. Hij weet helemaal waar het over gaat. Kijk, dat is erg. Hij weet niet waar het over gaat. En ik ben een echte geïntegreerde Utrechter, of niet? Onthoud het nou. Jij bent een import Utrechter, hè? Nee, gewoon, je woont gewoon... Ik woon ook in Utrecht. Waar? Maarsen. Dat kan niet. Ja, dat kan toch niet? Ik woon in Nieuwegein bij Tullen en Dwaal. Ik woon ook in... Nee, dat kan niet. En daarom herhaal ik, Poetin komt niet, die is niet gek. Hij weet, wij hebben hier Mongolen, dat weet hij. Geloof me nou, hij heeft ook Videoland. Hij kent ook de wijk Kanaaleiland en Overvecht, die komt niet. Oog in al, tuurlijk. Hooggraven. Lunetten, een oud-Utrechtse wijk. Weet je? Pap! Allemaal van die Afrikanen. What you do here? Dat kan niet. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dank je. Oh man, uit de grond van mij. Dit is letterlijk waar we het allemaal voor doen. Ik herhaal het nogmaals. We komen uit een rare periode, die heette de lockdown. En ik weet niet of ik nog even iets mag zeggen, maar toen heb ik heel veel mensen leren kennen. De afgelopen paar jaar. Waar ik van zorg. Dus dit doet mij deugd. He, dat mijn collega's een comedyclub zijn begonnen in mijn eigen stadje Utrecht. Dit is gewoon wauw. Snap je? Dit is waar we het voor doen. Nu nog een beetje, weet je, kijken bij de coffeeshop dat een beetje vandaar ook deze kant op komt. Dat er een beetje kleur komt, ja toch? Iets van multiculti. Ja toch, dat iemand daar zit met een jointje, eeuwen. Ja toch, dat is die nieuwe generatie, eeuwen, ga je grappen maken, wille. Ja toch, dat is de generatie van nu, eeuwen, gaan we grappen maken, wille. Eeuwen, dat is ook de hele generatie van nu, hè. Wille, gaan we grappen maken, wille. Maar het is wel de nieuwe generatie, hè, de wille en die eeuwen, eeuwen. Wille, wille. Vroeger moest ik van Overweg bus 8 pakken, hè, naar Voordorp, ik zat bij allemaal vol. Zeg maar, was zeg maar universiteit voor open inrichting, daar zat ik. Blauw kapel, ja, als je daar volhoudt, dan zei mijn moeder altijd gewoon, hij moet naar school. Ja, was thuiswerkvrij, want geen één docent durfde huiswerk mee te geven. Dat was eigenlijk het hele ding. Maar ja man, nu is de generatie anders, hè. De eeuwen, doele, doele. Iedereen praat een soort spastische gangster, want ik ben debiel. Eeuwen! 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 Ik kom uit de jaren 90. Ik had ook vrienden van mij die zo... Maar die werden om 7:15 opgehaald en weer het busje werden naar school gebracht. En aan het einde van de dag werden ze weer thuis gebracht. En dan hoor je ook... Nou, tot morgen! En dan hoor je me ook... Maar nu is die gangster, hè, met een ballonnetje, blikje in het bol, een tasje. Nee. Ik ben zo blij dat de jeugd van nu niet naar het front hoeft, hè. Waar moet die mitrailleur? Hij heeft al een ballon, blikje in het bol. Waar moet die vasthouden? Jongens uit mijn wijk gaan eerst vragen, mag ik even mijn blikje in het bol neerleggen? Niet schieten! Wille! Niet doen, wille! Sergeant Roland, stappen! Hij heeft de grond van mijn hart. Ik ben echt waar. Ik ben een beetje emo. Dit heeft te maken puur met het feit dat... dit is letterlijk waar we het voor doen. Dankjewel. En nogmaals, als je applaudisseert, applaudisseer niet alleen voor mij. Of voor de MC of voor de acts. Maar ik herhaal het nogmaals. Applaudisseer voor alle arbeidsmigranten bij het WK. Die zijn overleden. Applaudisseer voor wereldvrede. Applaudisseer vooral voor rust. En ook dat we trots mogen zijn op onze prachtige stad, Utrecht.